De loting van Ajax tegen De Dijk in de KNVB-beker was voor één iemand wel heel bijzonder. Jeroen Verhoeven keept 3 jaar bij Ajax, speelt nu voor De Dijk en gaat spelen in het stadion van FC Volendam, een andere oud-club van de doelman. De cirkel is hiermee rond. Ja, je kan het eigenlijk wel zeggen, ja. Zo mooi dat je tegen een met mijn huidige club De Dijk, tegen een oude club Ajax, in een oud stadion waar ik jarenlang heb gespeeld. Ja, eigenlijk is het een heel mooi verhaal. En dat verhaal begon in 2008 toen Jeroen Verhoeven met FC Volendam in de beker van Ajax won. Ja, het was een beetje druilerige avond, een beetje zoals nu nu is. Ja, en eigenlijk zaten we met Volendam in een slechtere periode een beetje. En toen kwam Ajax en eigenlijk viel alles een beetje op zijn plek toen. Het was best een zware wedstrijd. En het was gewoon, we hielden goed stand tegen Ajax. En in de 118e minuut scoorde Jack de winnende treffer. En dat was feest. Waar speelt diezelfde Jack tijd nu? Nou, Jack staat bij ons in de spits, ja. Bij De Dijk. Dus het is een gouden combo. Het was misschien wel het duel in 2008 waar Verhoeven zijn transfer mee naar Ajax afdwong. Er ging een hele wereld voor hem open. Behoorlijke stap natuurlijk als je van Volendam naar Ajax gaat. Dus alles wordt gezien en iedereen heeft een mening erover. Dus ja, op zich is dat wel een heftige tijd. Ik ben er wel heel blij dat ik het heb mogen meemaken. Was dat moeilijk dat iedereen er een mening over heeft? Tuurlijk. Weet je, je bent toch ook gewoon maar een voetballer en ik kon bij Volendam kon ik goed meekomen en bij Ajax had je gewoon Maarten Stekelenburg en Kenneth Vermeer en daar probeerde je aan te meten. Maar ja, je wist zelf van jezelf, van je eigen niveau, van nou, als ik een goede dag heb, dan kan ik erbij komen. Maar hun hadden dat extra, dat je subtop, weet je, super, dat je net het stukje verder kan. En dat had ik niet. Verhoeven debuteert tegen Excelsior en wint met Ajax de nodige prijzen. Ja, het eerste jaar hadden we de KNVB-beker en het tweede en het laatste jaar de 30ste langste titel en 31ste. Dus ja, ik mocht wel dat het een mooie periode was. Ja. In totaal keept hij 6 duels voor Ajax, waaronder Europees. Ik ben ingevallen tegen Anderlecht en Spartak Moskou uit. Als je er later, een paar jaar later over nadenkt, is natuurlijk wel hartstikke mooi mee te maken. Tuurlijk, je wil altijd alles 100% goed doen. Maar ja, in het voetbal is 80% niet leuk en 20% wel leuk. Dus. Op de wc staat het beeldje van Ajax. Wat ik gekregen heb toen ik bij de 31ste huldiging kreeg ik deze. Ja, ik heb hem staan omdat ik eigenlijk ook in mijn jeugd Ajax-ziet ben geweest. En dat niet vermeld wordt, dus eigenlijk een soort foutje was. En dat vind ik wel leuk om daar neer te zetten. Dus dat is een beetje het verhaal. En ik heb heel veel vrienden die Ajax-zieden zijn. Dus als die aan het plassen zijn, kunnen ze mooi kijken naar het beeldje. Verhoeven hoopt natuurlijk nog op een stunt met De Dijk. Want na dit seizoen stopt hij. Ja, ik ben bezig om een sociaal-maatschappelijk project op te zetten. We willen een indoor speeltuin gaan beginnen die gerund wordt door jongens met een beperking. Dus daar zijn we mee bezig aan het opzetten. En we zijn best wel ver en een vriend van mij, vroeger ook bij Ajax gevoetbald, hele Tamboer, die heeft een zorginstelling in Amersfoort. En met deze jongeren gaan wij kijken wat we werken kunnen creëren voor deze doelgroep. Zie je dit dan een beetje misschien als een soort van afscheidswedstrijd? Ja, maar afscheidswedstrijd zeker. En het is natuurlijk genieten. Kijk, als je het vooraf kon inplannen, dat verzin je niet. Dus ik ga ervan genieten en zorgen dat we het eigenlijk zo moeilijk mogelijk maken.